Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Jinan Schaven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 40 hier in Hongarije. Kijken wat dit gaat worden, wat we kunnen doen op dit krappe circuit. Inhalen gaat hier een beetje lastig, dus daar moeten wij voor oppassen dat we niet te lang achter iemand anders blijven zitten. Er komen twee updates aan. Goed om te horen, maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal, gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer wekelijkse F1 22 My Team Career Mode content. We gaan lekker richting die 160 abonnees. Het zou mooi zijn als we dat kunnen gaan halen. Dus ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal, gewoon even doen. Er komen een aantal updates aan. Wat de auto nog wat verder naar voren moet zien te brengen. Staan nog steeds helaas stijf achteraan. Dus ja, daar moet echt wat verandering in gaan komen. Maar dan is het tijd voor de kwalificatie voor aflevering nummer 40 van F1 22 My Team Career Mode. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij Q1 hier in Hongarije. Kijken of wij door kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel. Begint al met flink wat onderstuurmomenten helaas. DRS geopend. En dan laten wij de Ferrari motor het werk doen. Aanremmen eerste bocht, heel erg mooi gelukt. Klein beetje curb zo meegepakt, maar het is geen probleem. Gele vlag in sector 2, omdat daar iets is gebeurd. Het is weer groen, dus we kunnen weer door. Daar mis ik een beetje de lijn, de apex. Het is vooral vechten met de auto tegen onderstuur en overstuur momenten. En dan laten wij een 1.18.5 noteren. Een zevende plek op dit moment. Met nog 2 minuten op de klok gaan wij onze laatste run in hier in Hongarije. Kijken of wij of ons naar voren kunnen plaatsen. Ik ben er bang voor, maar je weet het maar nooit. Mensen zijn trouwens nu uit de pitstraat. Dus daar moeten wij voor oppassen dat ze niet in de weg rijden. En daar hebben we dan iemand uit de pitstraat. En het is helaas Perez die daar de ronde verpest. En we krijgen een 5 plekken straf. Dat heeft eigenlijk helemaal geen nut. Maar Perez verpest daar gewoon mijn tweede run. Jammer, jammer, jammer. Verstappen het snelste in Q1. Leclerc op P2. Norris op P3. Sainz 4. Russell 5. Perez dus 6 met geen tijdstraf. Interessant. Wij krijgen wel er eentje aan onze broek. Maar ja, daar ziet er toch niks meer op. Want we staan laatste op de grid. Daar gaan we dan beginnen voor aflevering nummer 40 van F1 22 My Team Career Mode. Ja, daar gaan we dan. Op naar de race. It's race day in Budapest as we get ready for another round of Formula 1 action. We don't expect too many retirements in this circuit. There are plenty of current and former drivers with flawless finish rates here. In particular, Ralf Schumacher, who made it across the line in all 10 of his Hungarian Grand Prix starts. We're northeast of Budapest for the race today then at the 2.7 mile Hungaroring circuit. 14 corners here, 8 to the right and 6 to the left on a track where downforce is king and passing is notoriously difficult. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Charles Leclerc lines up on pole position, and the smooth operator Carlos Sainz completes the front row. Moving on to the rest of the grid, we have Norris, Russell, Max Verstappen, and Hamilton, Perez, Gasly, Latifi, and Esteban Ocon, Tsunoda, Albon, Teo Pourchaire, and Joe, Tictum, Fernando Alonso, Robert Schwartzman, and Lance Stroll. Richard Vachon, Magnussen, Mick Schumacher. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. And the Professor. It's almost time for the lights to go out. So let's head down to the track where preparations are underway. And joining me again for the race today, Natalie Pinkham. Let's talk about the Professor. They've got that grid penalty to worry about, of course, which puts them on the back foot from the get-go. Yes, that's not the position you want to be in at the start of the Grand Prix. Penalties like this put you in amongst the traffic, but we know they have more pace than those around them, so I do expect they'll make strong progress in the first few laps.
After the points finished last race, let's aim to keep that momentum going. Dat momentum in de punten eindigen moeten wij dus meenemen in deze grote prijs. En dan gaat het nogal lastig worden op dit circuit om naar de punten toe te rijden. Maar goed, je weet het maar nooit. We starten op de mediumband en gaan door naar de harde band. Een eenstopper namelijk. Veel mensen zullen op de mediumband starten. Geen regen voorspeld, ook al is het flink bewolkt hier in Hongarije. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 40. De Formation Lab gaat dus zometeen van start. We trekken dus vanaf een 22e positie. Stroll start toch op de softband. De score ook op de mediumband. Nou, heel veel info wat wij al weten van Mark Priestley. Dus ja, dat komt goed. Dan ben ik heel benieuwd hoe zometeen de start gaat verlopen in de eerste bocht. Daar is altijd duwen en trekken. En dan komen we aan bij de grids. Wij zijn de laatste auto die in het vak gaat schuiven, gaat komen. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 40 van F122. My Team Karemo, de lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen matig weg. Ja, we komen matig weg. Magnussen, Schumacher, Verschoor, allemaal al wat beter. Kijken daar aan de binnenkant van Magnussen. Dat lukt, maar hij maakt een move naar de rechterkant. Dat zien wij gelukkig. En wij pakken daar 2, 3, 4, 5 auto's. Rijden dus op een 18e positie. Goed gedaan. Alonso kunnen wij net niet passeren. Misschien zo meteen op exit. Stroll en Alonso zij aan zij. En dat zien wij. In de slipstream. Aan de binnenkant toucheren Alonso daar per ongeluk. En ja zeker. Dat is P17. Einde ronde nummer 1 als wij ook Lance Stroll hebben ingehaald. En we rijden op een P16. Jazeker. Overtakeknop aangezet. In de hoop naar Dan Ticktum toe te rijden. Dat lukt. En komen van weg. En dat is P15. Nu op naar Guangyu Zhou. Dan misschien hopen dat wij in de punten kunnen eindigen deze race. Troll rijdt op die softband, dus hij moet eerder naar binnen. In ronde nummer 4 zitten wij. Als het gat naar Zhou inmiddels gegroeid is en Ticktum valt daar aan de binnenkant aan. Ticktum aan de binnenkant lukt helaas niet. Alonso is naar hem toegereden en wij rijden op P15. Dat gat naar Zhou is inmiddels 4,5 seconden. Dus ga er maar vanuit dat we niet in de punten eindigen deze race. Maar dat geeft niks. We moeten er toch nog een mooie wedstrijd en aflevering van zien te maken. We hebben in ieder geval Richard Verschoor achter ons zitten. Ronde nummer 7 zitten wij. Als dat gat naar Zhou inmiddels is gegroeid tot bijna 10 seconden. Groter en groter wordt dat gat. Alonso zo meteen aan de binnenkant. Lukt hier niet. Probeert het wel. Probeert het. En Alonso heeft ons geraakt. Maar wij houden voet bij stuk. Wij gaan niet aan de kant. En het gat naar Zhou is inmiddels nu gegroeid tot 10,3. Groter en groter na een aanvaring met Fernando Alonso. In ronde nummer 7. Alonso probeert het aan de buitenkant. Lukt helaas niet. En wij houden nog even stand. Schumacher op P17. En Carlos Sainz leidt de wedstrijd voor Lando Norris en ik denk Max Verstappen. 1, 2 en 3. En daar zit Alonso zometeen te kijken aan de buitenkant. Zit in de slipstream? Nee, zit niet in de slipstream. Alonso probeert het toch. Maar kan er niet voorbij. Hier volgt dat tweede DRS gedeelte. En dit keer zit Alonso wel. En haast. Maar wij laten hem uitrollen. Duwen Alonso wijd. En dat is nog steeds P15. Dan zitten we in ronde nummer 14 van de race.
Latifi dus op P14, Perez op P12, sorry op P13. Wij raken daar per ongeluk. Fernando Alonso, Schumacher heeft ons ingehaald. En wij vallen de Duitser daar gelijk terug aan. En dat is nog steeds P15. Daardoor is het gat naar Latifi gegroeid tot 13,9 seconden. Perez rijdt op 21,3 seconden voor ons. Dus hij zou in principe een pitstop kunnen maken en dan zou hij voor ons eindigen. Alle rijders nog in competitie. En volgens mij heeft Carlos Sainz een enorm gat geslagen naar George Russell of Lewis Hamilton. Want Verstappen en Perez zijn naar binnen geweest voor hun eerste pitstop van de dag. En dan zitten we in ronde nummer 15 van de race. Nog 20 rondes te gaan. Het gat naar Alonso is inmiddels gegroeid tot 17e. Dus we rijden wat weg van de Spanjaard. Goed om te zien. Nu hopen dat wij de DRS kunnen breken. Safety car op de baan. Omdat er iets is gebeurd. We scoren naar binnen en wij profiteren van deze gratis pitstop. We komen ook mooi achter en Latifi zometeen vlak weer de baan op. Omdat we weer zometeen een neutralisatie plaatsvindt. Alle rijders moeten een delta aan gaan houden. Niemand mag sneller. De safety car moet het veld op zien te vangen. Iedereen sluit aan. En wij kunnen misschien zometeen Lance Stroll gaan aanvallen. Die heeft zijn pitstop nog niet gemaakt deze race. Beetje dom. Hij is een beetje dom. Zoals Maxima dat zei. De safety car wacht daar op de leider in de race. En Stroll kijkt niet al te ver voor ons. Dat gat is 6,4 seconden. En de safety car duikt weer naar binnen. En dit is precies wat ik bedoel. Het veld zit dicht bij elkaar. Stroll moet nog een keer naar binnen. Niet slim van de Canadees. En wij kunnen zometeen hem dus gaan aanvallen. Tictum rijdt daar ook niet te ver voor ons. Hetzelfde geldt ook voor Esteban Ocon. Wanneer gaat Carlos Sainz weer op het gas? Safety car in de pitlane. En nu gaan we op ons gas hebben. Flink moment overstuur. En daar zit Mick Schumacher al gelijk te kijken bij ons. Groene vlag wordt gezwaaid. We kunnen weer racen. En daar proberen we een divebomb te maken naar Stroll. Die ziet dat gelukkig. En hij wijkt van zijn lijn af. Kan daar een betere exit hebben. Kan daar een betere exit snelheid meenemen. In ronde nummer 19 zit aan de binnenkant van de Canadees. En dat is P15. Jazeker. We hebben een Stroll te grazen genomen. En dan zitten we in ronde nummer 23 van de race. Als we naar een P12 zijn. Omdat heel veel mensen naar binnen zijn gedoken. Voor de pitstops. En George Russell uitgevallen in de race. Daar zit Stroll te kijken aan de buitenkant. Lukt niet, hier is het gele vlag. Hier mag Stroll niet inhalen. En wat doet hij? Stroll haalt in onder geel. Dat mag eigenlijk niet. En wij vallen hem brutaal daar weer terug aan. Om aan te geven, dit werkt zo niet. Lewis Hamilton is ook naar binnen gedoken. En zit achter Lance Stroll. Sorry, zit achter dat groepje wat nu bij mij is aangesloten. Met nog 11 rondes te gaan. Wat kan Lewis Hamilton nog? Niet naar de punten. Dat sowieso niet. Mercedes heeft een zwarte dag in de historie te pakken. Ronde nummer 27. Alonso aan de binnenkant. Kan daar net niet genoeg profiteren van de snelheid. En moet nog even geduld hebben. En daar zit Stroll. En Ocon. Driedek in bocht nummer 1. Wat een mooi gevecht voor geen punten. Dus ja, dat is nogal pijnlijk en wij rijden op de 11e positie. Toch nog goed gedaan waar we vandaan kwamen. De 22e plek met een 5 plekken gridstraf. Dus we hebben de helft goed gemaakt. In ronde nummer 27 zitten wij als we daar Fernando Alonso hebben aan de binnenkant. Die raakt ons. Alonso heeft ons geraakt. Heeft vol vleugel schade. Stroll aan de buitenkant. Magnussen en Lewis Hamilton komen er ook aan. Wij vallen Alonso daaraan. Jazeker. Hamilton kan profiteren. Lewis Hamilton profiteert hier gewoon van een inhaalactie op Alonso. Auto achter ons heeft wat lichte schade volgens mij, noteert of zegt Mark Priestley. Dat is Alonso.
En Hamilton zit nog steeds achter ons. Carlos Sainz gaat hier weer een race winnen in F1 22 Mighting Career Mode. Hamilton aan de binnenkant kan er net niet voorbij. En hier dan op de exit. Ook niet. Hamilton aan de buitenkant. Lukt ook niet. Alonso zit nog misschien te kijken. Tsunoda pakt dat laatste punt voor Alfa Tauri. Wij gaan hier dus als 11e finishen. Of het moet zometeen nog falikant misgaan. Dat gaat bijna mis. Dat gaat bijna mis. Maar Hamilton kan er niet langs. Hartkloppingen in de laatste bocht. Maar goed. Van P22 naar P11. 11 posities gewonnen. Mogen tevreden zijn. Is het op naar de volgende wedstrijd. There'll be smiles at the factory after that one. A great race and a real team performance to take victory here in Hungary. Natalie Pinkham, how do you think they were able to set themselves apart today? I think it was clear what the main contributing factor out of the track was. Speed. It sounds like an awfully reductive statement, but fast cars win races. And we saw that today with our win. And here we are, a team that is no stranger to the podium, taking their place on top once again. A sublime race today and a stunning win for Ferrari. Hier werd dan dus de uitleg van de wedstrijd. Carlos Sainz pakt weer een overwinning in F1 22 Mighting Career Mode. Lando Norris naar P2, Verstappen naar P3. Leclerc verliest hier gewoon 3 posities. Perez P5, Latifi 6, goed gedaan. Gasly 7, Ocon 8, Albon 9, Tsunoda 10 en wij dus naar P11. Hamilton stelt teleur van P6 naar P12. Alonso 13, Lance Stroll P14. Maar ja, goed. Richard Verschoor is weer verslagen. Dat is het allerbelangrijkste eigenlijk. Je teammaat te slaan, daar doe je het voor. En dan volgt de rest wel. Eén uitvaller, volgens mij George Russell. Geen punten gepakt voor Mercedes. Dus Toto Wolff zal niet blij zijn. Dus ja, maar goed. Daar kunnen wij niks aan doen, want wij zijn geen Mercedes. Even kijken wat we nog meer hebben. Eén uitvaller dus. Russell en Schumacher met de snelste raceronde. Niet een extra punt. P5 in het constructeurskampioenschap. En P6 in het coureurskampioenschap. Plus 3 voor mij en plus 1 voor Russell. 7 tegen 9. Dus ja. Het loopt de goede kant op, maar verwacht nou niet dat wij Russell gaan verslaan. Teamacclaim is gewoon goed tussen mezelf en Verschoor. Level 17 mijzelf, level 12 Verschoor, level 22 het team. Dus dat gaat wel de goede kant op. Helaas van één sponsor geen inkomen binnengekregen. $745,6 duizend. Verschoor en ik hebben beide ongeveer 30.000 misgelopen. $45,000 erbij. In totaal op de bank $20,3 miljoen. Dus daarvan kunnen wij Verschoor gaan verlengen. Sowieso denk ik in de tweede seizoenshelft. En misschien update binnen gaan hengelen en scoren voor het team. Zodat de auto beter wordt. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb jij genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me hoe je het leuk vond. Ben je trouwens nu op mijn gamekanaal. Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 22 Mighting Creamy content. En schakel ook gelijk dat belletje aan. Zodat je geen enkele race meer van me mist. We gaan lekker met de abonnees. Dankjewel daarvoor. Laten we pushen naar die 160 abonnees. Er nog 3 abonnees erbij. En hebben we dat doel ook weer behaald. En dan langzaamaan door naar die 200 subs. Maar vooral abonneren. Dit was het journaal mensen. Tot de volgende keer met een nieuwe video op mijn kanaal. Ga verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.
exiting this lap then, coming to the pits at the end of this lap.